Ik ben gewoon een drolletje. Ik ben een waggelend drolletje. Ik kan de stressbox. Ah! Bro, ik wil eruit! Make a cake is back. Nou, tenminste, dit is mijn tweede Roblox video. Ja, dit is dus mijn tweede Roblox video op mijn kanaal. Ga die checken. Hey. Doe dat maar niet. Dat is de enige video die ik niet wil dat je die gaat checken. Doe maar alsjeblieft niet. Wat je doet, is je gaat een taart maken. That's it. Kabim! En trouwens, dan moet je in een noob gaan. Dit keer is het een doge. Ik weet ook niet waarom. Dan zie je ook hoe het verteringssysteem werkt. Kijk, daar zien we de giant noob. We hebben research facility. Hier kan je volgens mij ook dingen kopen. Mini obbies heb je hier. Je kan ook je cake in een pet veranderen. Een VIP room. En nog andere dingen. Shop. Oh, dit weet ik nog. Oh, dan had ik deze twee gekocht. Oh ja, hij is zichzelf in een cake veranderd. Kon dat? Ja, dat kon al, ja. Dit is echt geweldig. Yo, kijkers, wat is dit? Oh ja, dat zijn deze gamepasses, die heb ik net gekocht. Die cake fire, teleports, recipe book. Oh, daar kan je verschillende maken. Ja, maar dit wil ik niet. Kijk, het is juist cool als je eigen originele cake maakt. We gaan een cake maken en onszelf een cake maken. En dan kunnen we dus meegaan in de noob. Het is echt zo'n game, geen regels, doe wat je wil. Better production speed. Ik had de collar op rood. Special butter, tall, large, effect, MLG, boys. Span het in. Waar komt mijn MLG better? Ja, hier was vroeger een easter egg. Ja, kijk, there it is. Yo, hier was vroeger een easter egg. Wat? Ze hebben het veranderd, Ja, kijk, daar is die, Luigi. Ik weet nog al die dingen. Ja, hier. Hier hebben we onze batter die we kunnen meepakken. Met deze oude Roblox tools. Oké, hier doen we in de Rising Station. Ik wil zelf ook een cake worden. Dus ik ga ook. Nou, zo, dit hebben ze zoveel sneller gemaakt. Check dit. Plop. Ga je even in een paar spikes. Kijk, en dan verandert je blokje. Kom. Nee. Crap. Ik ben ook een beetje veranderd, zoals je ziet. Waar gaan we nu heen? Oh, kijk. Hier gaat het gebeuren. Plop. Oh, dat weet ik nog. Hij maakte je heads altijd groter. En dat soort dingen. Oh, mijn god. Mixing station. Oh ja, nu wordt het leuk. Nee. No, wait for me. Wat krijgt hij dan ook alweer bij dit stuk? Bro, ik zie toch niks. Oh ja, kijk, dan krijgt hij zo'n gek ei. Kijk, en hier ziet hij er gek shiny uit. Wat gebeurt hier? No, alles is weg van de hele kleur. Oh, kijk, daar ligt ook een blokkie. Ja, dit is hem toch? Ja, oké, go. Ga. Yo, mijn hoed is zoveel te groot. Kijk, hij heeft ook zijn ei. Oh, nee. Kijk, dan moet je me even helpen. Het is leuk als je er zelf in gaat. Het is echt leuk. Laat me like achter als jij taarten lekker vindt. Oh, wat? Wat? Illuminati. Allemaal van die easter eggs. Waar is die? Come back. Yo, dat was de mixing station. We hebben hem heel goed gemixt. De shaping... Oh, ja, nee. Dit is de leukste. Hoppa. Nu krijgt hij een shape. Let op, hè. Plop. Cylinder, boys. I'm a cylinder. Ja, je kan ook met deze guys praten. En dan word je opeens plat en dan word je taart. Nee! Oh, hij is hier. Oh, omdat ik zo mijn blokje heb gekozen, heb ik een hele gare taart. En dit ziet er ook heel raar uit. Manager's office? Wat zit hier allemaal voor easter eggs? Hier zag je net mijn taart. Oh mijn god, al die kleine easter eggs. Jammer, ik zie er echt lelijk uit als daar. Met mijn vorige skin niet. Welke had ik? Deze. Maar hij ziet er zo lelijk uit, omdat ik hem niet normaal heb gedaan. Normal, chill, inferno. Chill. Doe maar chill. Doe maar gewoon chill. Dit wordt er als het goed is blauwig. En flunk. Oh nee, wit was het. Ja. Ja, kom hier, Mountain Dew. Kijk, daar komt hij zo, hè. Flunk. Je ziet serieus mijn mond nog. Wat willen we? Neon, die is nieuw. Hey, I guess neon. Ja, we gaan voor neon. Deze is blijkbaar nieuw. Oké, wat wordt onze kleur? Oh nee, neon is zo sick. Bro, mijn zwaard is een aparte taart. Kijk, ik kan lopen. Mijn zwaarde is zo'n aparte taart op mijn rug. Kijk. Wat willen we? Topping station. No toppings. Nee, dat zeker niet. Mini pies, mini noobs. Die deed ik toen ook, dat weet ik nog. De mini noobs. Kijk, die krijg je gewoon als particle effect, volgens mij. Of, oh nee, dat staat erop, alleen is een beetje gebukt. Yo! Oh ja, en dit is het vetste. Effecten, ik deed ze altijd allemaal. Zo, rood.
Kijk, hoppa, effect. En dan ga je nu weer terug. Eigenlijk moet je hem even pakken, dan gaat het beter. Smoke hebben we, doen we even deze, doen we dat roze. En dan pakken we hem en dan neem je hem helemaal mee. Kijk, dit is geweldig. Effecten zijn geweldig. Oh, volgens mij, nee, hij heeft hem niet. Uf. Nu verpest je je taart. Op deze manier verpest je je taart. Nee, al mijn progress is weg. Ik heb maar één taart gemaakt. Hallo. Oh, hij zit vast. Bro, je ligt pas hier. Wat doe je hier? Ik wil hem eigenlijk als pet maken. Laten we dat doen. Research facility. Dit zijn mini-hobbies. Research facility. Ja, kijk, stress box en grow and shrink machine. Dan kan je dus je cake groter maken. En dat wil ik eigenlijk wel even. Oké, okay, licht erin. Bro, hoe groot kunnen we dit maken? Yo, die smoke hebben ze echt erger gemaakt. Nee, hij is opgeblazen. Nou, oh kijk, hier ligt al een taart in. Create pet. Ja, dan wordt dat mijn pet. Is toch geweldig? Hoppa. Nou, ik heb gewoon iemands taart genakt. Ik ga zelf wel. Hallo. Daar is de giant noob. Yo, zometeen gaan we verschillende soorten taarten maken. We gaan een aangebrande taart maken, dat wil ik. What if the server makes 500 cakes? What? Yo, hallo. Kijk, I love. Kijk is live. Dit is het dus. We vallen naar beneden. Een homp vlees, die zit nog steeds in zijn maag. Kijk, hier gaan we. Oh, het gaat allemaal wel erg snel. En hier is de pot. Ah, en kijk, ik ben een stukje poep. Ik ben een stukje poep. En even wachten tot hij doortrekt. Ja, hij heeft doorgetrokken. Nou. Dat is de game, basically. Nu, maar normaal gesproken gaat het veel slomer. Ik weet ook niet, eigenlijk niet waarom. Moeten we helemaal naar het einde. Hop. Woe. Yeah. Oké, okay, we hebben hier de shop. Baitcake. Random effect giver. Copy to. Yo, er is zoveel aan de aanbieding. Yo, ik wil eigenlijk de ropad halen. Ropad it is. Would you like to buy the ropad? You need two more. $2. Weet je wat? Met de volgende cake die we maken. We gaan een aangebrande taart maken. Gewoon jezelf een taart maken is eigenlijk veel leuker. Wat is trouwens nog een stressmachine? Stressbox. We hebben hier dit. Release. Ah! Ga weg! Er zijn taarten. Yo, ik ga in die stressbox. Ik heb stress. Ik heb stress. Oh mijn god. Dat is dus blijkbaar een stressdoos. Oh kijk, ze focussen op mij omdat ik hier span. Ja, maar nee. Ze zijn... Ja, gelukkig. Ze zijn weer terug. Nou, hier zit een giant noob. Ik kan de stressbox. Ah! Bro, ik wil eruit. Mag ik eruit? Oh mijn god. Ja, en dan vlieg je uit de map. Dat noem je nou eens vliegen. De stressdoos. Deze game. Ik heb hem gemist. Hé, hey, kijk, hier ligt gewoon een taart in. Die we niet kunnen pakken. Kijk maar niet aan. Wat? Mix and match. Dan kan je twee taarten mixen. Dat is allemaal nieuw, man. Update hij deze game nog? Ik vind het wel leuk dat hij nog wat dingen doet. Kijk, zo kan je er doorheen sprinten. Oh, oef. Ze stonden al klaar. De muziek! Ik heb deze muziek zo gemist. Oké, ja, ik stop wel. Wat heel lastig is. Oh, cilinder mensen. Kijk, we gaan even met ze praten. Oké, met deze guy. Yo, Thomas, what? How's your job? Oh, oef. 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 We willen Inferno, want we gaan de aangebrande taart natuurlijk maken. Dat is leuk. Dat is leuk. Inferno. Oh, dat hebben we nu al. Gaan we wel even iets anders. Guest. Lemon lime. Cookies and cream. Yo, ik moet toch voor de doge. Ik moet toch voor de doge. Ja, of je breekt gewoon de hele machine. Ik hoor de doge. Nee, doge. Doge. Geen bacon. Gadverdamme. Bro, ik zie niks. Maar ik ga er weer overheen. Omdat ik niks zie door dat zulke irritante vuur. Nee, ik wil doge. Oh, ik accepteer dit niet. Ik accepteer dit niet. Ik zie het bijna niet. Maar ik ben een aangebrande doge. En de muziek is trouwens weg. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik ben aan het springen zodat dat vuur niet in de weg zit.
Dude, het ziet er niet uit. Ik ben Doge. Yo, topping station. Dat gaat het sowieso verpesten. No toppings, waarom zou je er dan in gaan? Yo. 1, 2, Clonnie's coming for you. Kijk, hè. Hop. Hier zijn we dan in de maag. Met mijn kanon. Mijn kanon. Huh. Oh. Kijk, ik ben poep aan het worden. Oh nee, daar gaat de Doge. Noob vet, level 16. Yo, dude. Oh, au. Au. Au, rechtstreeks in dat toiletje. Oh, zo. Ja, of ik schiet gewoon even af. Full, noob vet is full. Hij is level 17. Yo, ik heb hem gewoon level up gemaakt. Hé, hey, mensen spelen dit serieus ook nog gewoon wel, hè. Dat is echt weird. Yo, cat cake, catfish. We gaan naar de shop. Want nu hebben we wel genoeg dukaten. By far zelfs. Kijk, daar is de noob. Hij knippert ook echt. Wat een goede details. Buy zero pet. En zie gravity coil. Enjoy. Gravity. Oh nee. Oh, oh, oh. Help, help. Ja, daar gaat je spul. Vroom. Vroom. Yo, hoe snel ga ik hierop? Oh, gewoon niet snel. Yo, ik ga rechtstreeks voor de noob. Wat doe je nou boos? Want cake, ik kom eraan, pik. Jee, ik ben amper een cake, maar ja, ah. Ik word verteerd. Yo, ik wil eigenlijk niet rechtstreeks in die pot belanden. Zo. Ik wil er niet in worden afgeschoten. Ik ga hier naar boven, later. Dit was ook zo'n easter egg, dat je naar boven op de pot kon. Ik ben gewoon een drolletje. Ik ben een waggelend drolletje. Who are you? I'm Carl, the talking cake. How can you talk? You know, lightning, thunder and a mad scientist. Oké. Okay. Ik wil al die easter eggs zien. Oef, dat kan niet rechtstreeks in dat potje. Als hij nu dicht gaat, hè? Nee. Flunk, als drolletje. Bam, we're dead. Nu hebben we geluid met de ropad. Nu hebben we geluid. Let's go. Kijk, dit doe ik jeet. Oh, oh. Ik ga helemaal gek in de machine. Nee, nee, nee. Oh, zag je die trek? Bro, dat ding is echt geweldig. Ik ga nog een keer met die ropad. Kijk, weet je wat je moet doen? Dit. Ropad. Woehoe. Oh my god, I am stuck. I am coming back. Oh nee, help. Yo, gekke wallride. Oh, de muziek is er. Yeet. Oh. Yo, ik wil op die automaten. Nee, nee. Kijk, het zien jullie dit. Yo. I'm coming, boys. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Waarom bestaat deze game? Het is zo'n leuke game. Kijkers, laat me een like achter als je het je bal zo vonden. En zie ik jullie bij de volgende video. Later.